Nee, dat had je niet gedacht, maar ze bestaan. Ze bestaan? Ja. Mensen die nog langer kunnen praten dan jij. Ja, ik heb het gezien gisteren. Ja. Nou, overigens wel een hele leuke vent. Maar ik zat thuis op de bank en ik hield het klokje bij. Ik denk, nou, als die zo lang mag praten, dan verwacht ik dat ik ook alle ruimte krijg. Nee, dat gaat om autoriteit. Dat zei hij zelf ook. Hij heeft 3 titels. Ja. Dus dan mag het ook. Ja, ik heb geen 3 titels, nee. Nee. Ik ben politicoloog, Amerika-kenner. Nou ja, dan 2. Maar hij kan niet meer normaal praten. Die man. Hij doseert het, bedoel je? Ja, hij geeft college. Dat gaf ik de afgelopen, zei ik dat ook tegen hem. Je bent zo gewend blijkbaar om college te geven. Dat, ja. Want hij zou dat 1 voorbeeld geven, staat er opeens alweer een 2e voorbeeld. Ja. Het was wel veel natuurlijk al. Ja, maar het is niet iemand die, als jij gewoon iets aan hem vraagt, die gewoon... Dat deed die andere beter. Die jij, weet je wat, die toen met de stikstof. Ja, maar die kon er geen hout van, zei Rondmans gisteravond. Die snapte niks van. Maar die was ook journalist, hè? Dat was geen wetenschap. Ja, hij was ook wel, had die wel iets gedaan. Ja. Maar ik denk dat dit gewoon voor die man is. Dit gewoon dit is geen programma voor die man. Die is te lang van stof. Echt. En dat college geven, weet je, dat... Ja, ik denk het enige programma waar die echt tot zijn recht zou komen is Zomergasten. Ja, de meningheid de grond vermaard. Een paar uur alleen ben ik bang dat 1,5 uur uitloopt dan. Ja. Dat nog te kort is. Ja. 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 Ik vind ook wel als kijker ook wel lekker in dit programma... Dat er iemand zit met een andere mening en een wetenschapper. Het enige probleem is denk ik een beetje dat je gaat hier over discussie. En ja, je kunt over feiten moeilijk in discussie. Nou ja, het zijn zijn feiten, zegt hij dan nog steeds. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die met andere rapporten... Maar goed, hij heeft er echt verstand van. Hij heeft 3 titels, niet voor niks... En hij heeft maar er komt toch geen onzin uit? Nee, ik vond het wel heel... Man. Hij heeft jou weggezet als onbenul. Daar kwam het eigenlijk op neer. Nou, maar dat mag. Oh. Maar kijk, ik vond het wat jij maakt je nou weer met een grapje eraf. Heb je een natuurkundige gezeten... die eigenlijk toen het tegenovergestelde beweerde. Ja. En dat maakt hij dan af. Ja, die heeft wat selectief... Geshopt, zei hij. Ja, dat vind ik dan weer heel oncollegiaal. Maar dat is wat je nu krijgt de hele tijd. Want er waren weer heel veel mensen vandaag. Maar moet ik hem dan serieus nemen omdat hij ook nog ingenieur is? Nou, ja, het heeft wel enige status, mag ik toch hopen. Ja, nou, maar natuurkundige is ook op dat gebied geen domoor, hè? Nee, maar baas boven baas, toch? Ja, maar om dat nou op tv over een collega zo uit te spreken... vond ik dat niet dat zouden wij nooit doen in dit programma. Nou, dat zouden wij wel doen, maar dat hoort niet zo bij hem. Maar ik vind het vooral heel goed dat jullie hem hier uitnodigen... en hem aan het woord laten. En ik ben het met René ook wel eens. Het is in het programma, hij is al wat lang. Ja. Hij doet dat ook slim. Het is een slimme prater, want hij zit gewoon in het ene... In wat jij nou, hij liep gewoon door met zijn 2e voorbeeld. Dus ja, je kunt hem moeilijk maar toen hebben we hem gepakt. Hè. Toen zei ik, dat is niet de bedoeling dat mensen depressief naar bed toe gaan. Mensen willen wel een beetje lol hebben hier. Maar hij heeft wel ambitie, hè, want hij wil misschien ook gewoon minister worden. Daar komt hij. Zou je in zo'n schaduwkabinet willen zitten? Ja. Ja? Ja. Als, In een echt kabinet ook wel. Ja, ook wel. Maar dat is natuurlijk ook een hondenbaan. Daar word je geleefd. Maar welke ministerposten ambieer je dan? Nou ja, wat denk je? Nou ja, ik neem aan dat alles met milieu te maken heeft natuurlijk. Ja. Dus, nou ja, energie, klimaat, milieu. Ja. Wat Jette nu een beetje doet. Ja. Ja. Maar die weet van toeten op blazen, toch? Nee, die is goed op de hoogte. Alleen, een iets meer lef en leiderschap mag wel. Iemand moet zijn vuist op tafel slaan en zeggen van... We gaan die kant op. Nou bij deze. Hè? Ze kunnen bellen als ik het zo hoor, Jan. Hè? Het is een hondenbaan, maar iemand moet het doen. Ja. Welke partij is die dan? Hij gaat GroenLinks, PvdA GroenLinks stemmen. Dus dan gaat die lukken. Nou, dan wordt het een ramp. Ja, maar dan gaat die lukken. Dat wordt lastig, toch?